fans. Welkom in deze gloednieuwe video. Mijn naam is Jorrit, ik ben 19 jaar oud. Sorry voor de wind daarvoor. Soms in de video zit de wind tussen. En als je deze video weer leuk vindt, abonneer gelijk op deze kanaal. En vandaag ga ik iets heel leuks doen. Er zijn twee dingen wat ik kan doen. Nummer 1, ik ga vandaag de shirts maken. Want ik heb vandaag al 3 witte shirts. En nummer 2, ik ga vandaag ook nog kaartjes rondbrengen. Naar bekende mensen die nog geen visite kaartjes hebben. Die zitten hierin. Want mijn broer die gaat dadelijk naar de winkel. Maar hoe ik daar binnen ga, we hebben zelf een sleutel. Ik weet dat ik het niet mag zeggen in de video, we zijn een sleutel. Maar dat heeft niks. Okay, we gaan naar de allereerste bekende Nederlander. Toen ik hier op school zat, had ik een hele leuke chauffeur. Die houdt van snorbolletjes. Ja, en het is Shiel. Ik ga allereerst naar Shiel. Daar breng ik allereerst de visitekaartje heen. Want je weet dat er corona is, want ik heb veel slims aangepakt. Dat ik gewoon een briefje ga maken met visitekaartjes erin. Stop ik in brievenbussen. Ja, ik ga ook met een andere mensen ook nog langs. Je bent er bijna. Even goed kijken, ik weet niet waar de brievenbus is. Ik zie hem al. Nou, ik zie de brievenbus. Want. Hey, wat zijn de anderen? Ach, daar. Ja, het waait wel een beetje. Maar dat heeft niks. Ik moet wel even wat lukken, want het is eigenlijk een verrassing. Ze weten nog van niks. Nou, Jules, veel plezier met de visitekaartje. Oh. Hoi. Hoi. Nou, daar gaan we naar de volgende Nederlander. Want die was al een tijdje geleden onze kapper geweest. Die is nog goed. Ja, nog steeds. Ja, ik ga sowieso naar Tessa. Want Tessa was vroeger onze kapper geweest. Nu hebben we een nieuwere kapper. Die al een tijdje nogal is. Ja, het is ook best wel goed in haar knippen, maar ze mag het nou niet meer. Ja, volgens mij is hij gestopt, geloof ik, of ik weet het niet. En daar breng ik ook al de visitekaartje heen. Ja, maar ik heb zo slim aangepakt. Want ik heb ook mijn namen erbij gezet. Maar als ik niet mijn namen opzet, dan weet ze niet dat ze van mij zijn. Ah, deze brievenbus is nog handig. Want sommige mensen gebruiken een brievenbus op de muur. Want dat is ook heel makkelijk. Die kan ik makkelijker erin stoppen. Ik moet hier even wachten. En daarna... Volgens mij was het een meneer die bij de politie werkt. Ik zag aan zijn outfit. Oké, we gaan nu naar Tessa. Oké. Ja. En hun ook nog. Oh, ja. Kijken hoe ik dat aan doe. Oké.
Zo. Dat is 2 en 3. Dan de andere bekende nog. Even kijken hoor. Ja, sowieso niet de buren. Misschien kijken ze ook niet naar mijn kanaal. Maar dat heeft niks. Even kijken hoor. Bianca. Bianca heeft al. Heb ik al eens een keer gegeven. Even doen, maar ze weer geen poetsen bij mij thuis. Dat, ja, Bianca is een poetsvrouw van ons. Ja, ga die gender een poetsvrouw willen hebben, abonneer ook op mijn kanaal. Ook. En abonneer gelijk op mijn kanaal. Ja, ik heb een vriend. Daar ga ik ook even te afgeven. Oké. Ja. Ik weet even niet meer wat ik wil zeggen. Maar het geeft niks. Ook om een auto langs. Ik ga even hier staan. Misschien komt hij hier parkeren. Oh nee, dat is toch hier. Nee. Oké. Okay. Oh, mijn goede vriend Julian. Die werkt van de mini-Efteling. En nog wat. Dat is heel handig. Sommige mensen. Sommige mensen zijn zo heel handig. Oké. En natuurlijk. Misschien kan ik weer meehelpen met de postbode. Want ik heb nog een bekende, die woont ook hier. Schok al. Zo doet de deur gelijk open. Ik kan er ook op de grond leggen. Ik gooi met mijn telefoon even brievenbus omhoog. Zo. We hebben niet zoveel bekenden hier. Nou, niet zoveel eigenlijk. Even kijken hoor. Ik heb sommige huizen al gehad. Hé, hey, wacht even. Ja, ik heb nog één huis gemist. Want ik heb nog wat over. Wat ik nog over heb, misschien stuur ik je daar niet door. Wie je nog niet hebt in mijn straat. Nee, ik vind alleen eventjes mijn straat. Dat vind ik wel een beetje apart. Oké, de visitekaartje. Ga nu naar een andere. Ik heb het zo gedaan, dat gaat heel makkelijker. Dat is hier. Want hun heeft nog even visitekaartjes gehad. Even kijken hoor. Ah. Zo. Nog een huis gehad. Even kijken hoor. Alleen de huisnummers mag ik niet laten zien. Dat is privé. Ik leg een stijve arm van. Zo. Veel makkelijker. En wacht even. Ik ken nog iemand die nog niet heeft. Kijk, ik heb nog 1, 2, 3, 4 kaartjes nog. Even goed bekijken wie er nog niet heeft. Ja. Ik denk dat ze video daar even goed af gaan ronden. Jij moet je altijd even goed oppassen van het verkeer. Je moet altijd even naar links en rechts even kijken. Ja, zo ging het liedje ook nog van naar links, naar rechts. Dat is een snorbolletjes wat ik bedoel.
Even kijken hoor. Ik hoop dat hier ook nog een bekende zijn. Naar de brandgang mag ik af en toe wel komen, maar niet heel vaak. Even goed kijken hoor. Moet ik echt nog een huis vinden die nog geen visitekaartje heeft van mijn kanaal? Even kijken hoor. Ja, Marky en Luca die hadden ook eens een keer in Vlijmen gewoond. Vlakbij de speeltuin, alleen die zijn weer verhuisd. Dat vind ik wel weer jammer. Kan ik geen visitekaartje gaan sturen? Ja, ik moet ergens een huis zien te vinden die heel goed bekend is. Nee, volgens mij heb ik bekende al gehad. Ik heb nog 4 over. Alleen, wie moet ik nog aangeven? Moet ik die aangeven als iemand hier buiten staat? Of moet ik iemand zien te vinden om mee de visitekaart te willen hebben? Alleen, ieder mens. Daar één persoon een kaartje van mij kunnen houden. En waarom? Waarom? De visitekaart, als iemand voorbij loopt, als normale burger van Nederland, die krijgt. Hoe maak ik het duidelijk voor jullie? Ja, ik weet het. Ja, bij Lindsay. Die zit in Nieuwkuik. Ja, ik ga niet zo ver lopen vandaag. Even kijken hoor. Wie heeft nog geen visitekaart gehad? Weet je wat? Zet een reactie. Wie geen nog wil, die kan ik naartoe brengen. Brengen, ja. Het moet echt nog een bekende zijn. Die een visitekaartje wil hebben. Want ik heb er nog 4. Aan wie moet ik nog geven? Oh, ik heb elke keer een stevige arm als ik een camera even wil verwisselen. Even goed kijken hoor. Oh. De nummers mogen we niet zien. Dat is ook privé. Kijk hoor. Je moet alleen maar mensen zien te hebben. Je moet alleen maar mensen zien te vinden. Die in deze straat wonen. Ja, die zijn al bekend. Stamp met je voeten. Je handen in je zij. Ik ben ik en wie ben jij? Oké, ik heb nu dit lied in mijn hoofd. Zorg daarvoor. Ik weet echt niet meer wie. Dit moet echt nog weg. Zet een reactie wie je nog wil. Ja, ik heb er een paar keer van gezegd. Ik heb weer een stijve arm. Ah. Ik wou bijna op stop zetten, want sommige mensen mogen niet in beeld komen. Want je moet de toestemming van vragen wie je dan wil. Ja, als iemand gewoon filmt, dan heb je problemen. Maar dat willen we niet. Maar ik sowieso niet. Het is ook warm vandaag. Ik heb vandaag ook korte broeken, sandalen en een shirt aan. Ja, Oké, even goed nadenken. Wie nog meer in de straat wonen? Een eigen huis? Nee. Wacht even, 8.
Ik heb nog één huis gemist. Ah, nu weet ik het weer. Ik heb nu al 3. Nu gaat het aan de goede kant op. Even kijken hoor. Gehad. Dit is 3 donker weg. Even goed kijken naar alle huizen. Wacht eens even. Deze ken ik ook al. Die kan ook wel best wel geven. Dat is een makkelijke brievenbus. Nano 2. Ik heb nog Nano 2. Even kijken. Ja, ik zie dat de video iets langer wordt. Weet je wat, als ik deze 2 heb gegeven, dan staat ik de video af. Even kijken. Ja, ik heb best wel iedereen al gehad. Mijn vriend. Wie nog meer? Ik weet het. Ik weet het weer. Oké. Nog een makkelijke brievenbus. Nog 1 te gaan. Nee, ik zou niet meer reacties onderzetten over de kaartjes. Ik heb al bijna iedereen gehad. Ik heb nog 1 over. Misschien kan ik nog 1 van deze 3 huizen geven. Nee, de derde niet. Die heeft al. Ja, een hele leuke waterfestijn. Woestijn, hoe je ook noemt. Even kijken hoor. Deze huis heeft ook een keer verdiend. De laatste is van hun. Even kijken hoe deze brievenbus open gaat. Oh. Hij zit erin. Geen huisnummer in de buurt. Nee. Dat waren alle visitekaartjes. Nou, vond ik trouwens een hele leuke video. Ga verder op het abonneren. Ik kom dadelijk in de eindtro. Daar staat ook abonneren op. Dan was het dus van vandaag. Dan zie ik jullie later met een goed nieuwe video van vanmorgen. Later. We'll be right back.